Toevallig ook een wedstrijd van de Atletico gezien tegen nou. Ja. En Die werden gewoon helemaal ondersteboven gespeeld. Ja. Zo, zo goed is die ploeg nog niet op dit moment. Meer? <laughs> Arne, gefeliciteerd met de drie punten. Uh, het was een indrukwekkende middag uh, vandaag. Hè? Emotionele sfeer ook in het stadion. Twaalfde minuut nog een actie uh, erbij en vooraf. Hoe, uh, hoe heb jij dat beleefd vandaag? Uh, nou, je zit ook natuurlijk in de wedstrijd. Uh, maar uh, ja, je merkt uh, bij die minuut stilte al uh, dat, heel, dat het heel veel indruk gemaakt heeft op de stad en op de mensen. En dat is natuurlijk ook niet meer dan logisch als je ziet wat voor een ongelooflijk drama zich heeft afgespeeld. Dus, uh, en als dan in de twaalfde minuut er nog eens een keer zo'n mooi eerbetoon is, dan is dat indrukwekkend. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat het nodig is moet zeggen, ja, als ik uit mijn raam kijk, dan uh, zie ik het ziekenhuis. En ook op die dag was ik ook thuis. En ik hoorde ja, van allerlei sirenes en dingen. En later lees je dat dan. En ik ben daar wel gevoelig voor, moet ik zeggen. Dus uh, ik moet daar niet te veel mee bezig zijn. Ik heb ook wel moeite om met een rouwband te spelen. Want ik krijg daar best wel een negatief gevoel van, zeg maar. En uh, ja, ik moet zeggen, ja, wat ik kan zeggen, ik kan daar wel mee zitten. En ja, het is gewoon verschrikkelijk. En dat is ook uh, een reden waarom ik veel positieve woorden op mijn lichaam heb getatoeëerd. Want ik wil daar, ik wil alleen maar bezig zijn met positiviteit en, en liefde, zeg maar. Dus dat, je merkt het wel heel erg. En uh, ja, het is verschrikkelijk dat dat uh, gebeurt. Wat wel fijn voor Minte is, is dat hij uiteindelijk toch de 1-0 maakt. Die ook wel telt. Uh, want die maakt een goede indruk vandaag, volgens mij. Ja. Ja. Maar niet alleen vandaag. Dus uh, hij was dreigend uh, in de 1 tegen Hij is natuurlijk enorm snel. Dus dat is al sowieso lastig om tegen te spelen. Zowel in druk zetten is hij heel snel bij je. Maar in, in zijn dribbel is hij ook uh, vrij snel. En voor de snelheid die hij heeft, vind ik ook nog dat hij een behoorlijk goed overzicht heeft. Om uh, in de eindfase te zien wie er beter voor staat. Maar de goal die hij maakt, ja, dat, dat, is, dat is wel een hele knappe goal. Dat je in een kleine ruimte zo makkelijk beweegt. En de rust behoudt om, uh, om hem zo binnen te schuiven. En daarvoor maakt hij natuurlijk ook al een, uh, een mooie goal die dan wel eens wel afgekeurd werd. Dat was de man of the match, geloof ik. Hè? Dat, dat is hij wel gewend. Ja, dat, nou, dat was wel grappig. Uh, uh, je weet hoe dat gaat. Uh, uh, als, zo, als, als hij dan voor het eerst naar de, naar de media moet, los van onze eigen media, zeg je: Nou, hou rekening met een aantal uh, journalisten. Nee, dat is niet waar. Hou rekening met uh, de interviews uh, die je gaat doen. En uh, toen had hij volgens mij tegen jou gezegd: hè? Ja. <laughs> Don't worry, don't worry. In, uh, in Denemarken was ik every week man of the match. Dus uh, ja. dat, dat vind ik dan wel weer uh, een leuk stukje humor. Geeft ook iets aan wel van de bravoure die hij volgt. Toen zeiden wij wel van ja, maar in Denemarken heb je geen micro schuik Martijn Kramer, dan met mevrouw Martijn Dries. Dus. Uh, <laughs> maar goed. Zeiden uh, zei hier wel, die hebben we daar ook. Nee, dat zei hij niet. Lintje, uh, kan je aangeven hoe je het van je hebt afgezet dan, omdat het zo dichtbij was uh, voor je? Um, ja, door dus eigenlijk uh, niet te veel uh, over te lezen of iets. Ik, ik probeer dat altijd te vermijden. Ik heb altijd. Uh, ik heb een goed nieuws app. Daar lees je alleen maar goed nieuws op, en ik probeer eigenlijk als ik op Instagram iets negatiefs zie, dan blokkeer ik dat altijd. Want ik, wat ik zeg, ja, ik heb er geen invloed op en ik wil daar niet mee bezig zijn. Tegelijkertijd, denk ik wel aan die mensen en vind ik dat verschrikkelijk. Maar wat ik zeg, ik probeer niet veel mee bezig te zijn. Ik heb toevallig ook een wedstrijd van de Atletico gezien tegen Oost. Nou. ja, en die werden gewoon helemaal ondersteboven gespeeld. Ja, zo goed is die ploeg nog niet op dit moment meer. <laughs> <laughs> ja, zo, uh, dat, dat, ja, dat is de welke wedstrijd je pakt. Tegen Real speelde ze wel goed. En tegen Oost-Sassouna hadden ze het moeilijk. Maar ja, er zijn meer ploegen die het in uitwedstrijden moeilijk hebben. De beste ploeg van de wereld verliest vandaag een uitwedstrijd. Uh, Valentijn, hè? Dus ja, als je van uh, Wolverhampton Wanderers verliest, stelt het blijkbaar allemaal heel niks voor volgens jou. Of zie ik dat dan verkeerd? Dat dat Manchester City niks voorstellen. Ja, omdat ze nee, van, op... van Wolves verloren hebben, stellen ze niks nee, voor. Je, je, je hoeft tegenstanders niet altijd heel groot te maken. Het wordt altijd maar ze groot gemaakt. Hè. Go Ahead wordt ook heel groot gemaakt. Denk ik, waar gaat dit over? Dit is gewoon een hele middelmatige ploeg. Tegen PSV al. En nu vandaag ook. Ik weet niet, ja, je was er vrijdag niet. Um, uh, dus misschien heb je niet gevolgd wat ik gezegd heb, maar er werd mij gevraagd of ik een topper vond. En toen zei ik van nee, dat vind ik niet, omdat dat historisch uh, besef met zich meebrengt. Maar ik vind het wel een goed georganiseerde ploeg. Dus ik weet niet exact waar jij bedoelt. doelt. Maar... Hey, nee, nou het wordt zo groot gemaakt. Jij, je nam inderdaad, je nam wel wat uh, terug over dat het een topper was. Maar het leek net of go ahead, uh, de, de top aan het bestormen is. dat uh, Iedereen moet uitkijken voor go ahead. Dat vond je van de, naar aanleiding van mijn antwoord. Onder andere en, uh, ook. Uh, nou, ja, Je ging er ook voor een gedeelte mee. Goed georganiseerd, dit en ja. dat. En ja, dan zie je het net hier. En dan valt het natuurlijk allemaal reuze mee. Ja, klopt. Dat is dan te danken aan Feyenoord? Nee, omdat het reuze meevalt. De kwaliteit van de tegenstander. Ja. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.